Goedemorgen, dames en heren. Welkom op de tweede locatiekeuring bij de familie Chardon. Op stal Chardon, onder de rook van Jorwert en Leeuwarden. Hele mooie accommodatie, ook een mooie ruime baan om te keuren. We zitten in het open Friese landschap, het mooie weidelandschap. We noemen dat in het Fries de Groithoeken. Het is een mooi weer om te keuren. 25 paarden worden vandaag in de baan geleid door de familie Chardon en hun medewerkers. En we zijn heel benieuwd naar de kwaliteit. U ook, neem ik aan. Nummer 1 is een 6-jarige merrie, een jeugdige merrie met een goede bouw. In de hals zou het ietsjes langer mogen, ook enigszins meer front maken. Maar solid gebouwd, correct en kwaliteitsvol beenwerk. De beweging, dat blijft wat vlug. Wel techniek in de benen,
zou wat meer ruimte en wat meer souplesse kunnen tonen. Maar mede door zijn bouw en kwaliteit beenwerk hebben we vandaag besloten om deze Merry voorlopig sterk te maken, zodat hij kan bewijzen dat hij mogelijk in een test toch die beweging in huis heeft om tot een definitief sterpredicaat te kunnen komen. Number one, 6 years old, is preliminary start. Nummer 2, deze 6-jarige Merry, goed in zijn bovenlijn. Het hoofd kan iets sprekender, heeft wel een mooie lange hals, maar we zouden iets meer front, wat verticaler stand willen zien. Toch redelijk hellend in zijn kruisligging. Kwaliteitsvol beenwerk, alleen in het voorbeen mag hij duidelijk correcter. Stap is met voldoende regelmaat. Kan iets ruimer en meer doortreden in het achterbeen. Draf heeft hij zich opgewaardeerd met een mooi ruim het voorbeen. Voldoende snelheid en kracht in het achterbeen. Zou iets meer opwaarts in zijn schoft mogen draven. En iets meer souplesse kunnen tonen. Maar mede door de bouw en zijn draf wordt het vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 2 is going up in the stud book with a third premium.
Nummer 3, deze 5-jarige merrie, is een merrie met een goede bouw. Mooi ook aansprekend in zijn front. Klein hoofdje met mooi lange hals, zou iets meer front mogen tonen. Goede kwaliteit in het beenwerk. Alleen in de beweging, met name in de stap, zouden we wat meer de regelmaat willen zien. En in de draf heeft hij wel voldoende ruimte in het voorbeen en houding. Maar we missen met name ook het doortredende achterbeen, blijft toch op een voorhand lopen. Deze merrie wordt vanwege zijn exterieur vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 3 is going up in the studbook with a third premium. Nummer 4 is een merrie met een voldoende aansprekend in zijn type. Mede door zijn mooi sprekende kleine hoofd. Wel lengte in de hals, maar mag duidelijk wat meer verticale geplaatst zijn. En ook de kleur zou iets meer richting het gitzwarte mogen. In de bouw ja, blijft hij toch wel gezonken en daarmee wat driedelig in zijn manier van bouw. Beenwerk heeft voldoende ruim, voldoende kwaliteit en voldoende correct. Stap is voldoende ruimte met regelmaat, maar zou iets meer afdruk in het achterbeen kunnen laten zien. En het draf heeft wel wat houding, maakt ook wat ruimte in het voorbeen, maar ook hier missen we de kracht. En het doortredend achterbeen zou duidelijk meer in verbinding moeten lopen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. Number 4 is going up in the studbook without premium.
Nummer 5 is een goed gebouwde merrie, degelijk, ook lange hals, zou iets verticaler in zijn plaatsing mogen. Goede aansluiting in de bovenlijn, lang kruis, blijft iets neerwaarts door zijn lange schenkel. Voldoende kwaliteit in de benen, zou in het achterbeen iets correcter mogen. Stap is een goede regelmaat met ruimte. Zou iets meer spronggebruik kunnen tonen. Maar de draf heeft heel veel ruimte laten zien. Mooi krachtig, snel achterbeen. Wat voldoende, ruim voldoende onder de massa wordt geplaatst met voldoende souplesse. En mede door zijn draf wordt het vandaag stamboekster met de tweede premie. Nummer 5 is going up in the studbook and star with the second premium. Nummer 6, de 4-jarige Mary, heeft ruim voldoende rasuitdrukking. Toch iets lang in zijn hoofd, maar wel een mooi sprekend oog. Voldoende lange hals. Zou in de bouw duidelijk sterker mogen, ook wat meer opwaartser gebouwd mogen zijn. Kan ook correcter, zowel in het voor- als in het achterbeen. Stap is ruim met voldoende regelmaat. Zou wat meer activiteit en afdruk in het achterbeen willen zien. En het draf heeft hier wel techniek laten zien. Maar we missen toch het enigszins het doortredende achterbeen. En ook het lichaamsgebruik. Maar mede door de bouw en de correctheid in het beenwerk wordt het vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Number 6 is going up in the studbook without premium.
Nummer 7 is een merrie die opvalt door zijn front. Maar ook opvalt in zijn middenstuk dat het duidelijk wat sterker mag. De korte schoft die loopt weinig door in de rug en daarmee wordt het beeld wat gezonken. Beenwerk is voldoende kwaliteit, maar zou iets meer kwaliteit, met name in de kogelgewrichten, kunnen tonen. Stap is ruim en een draf heeft die houding en een ruimend voorbeen laten zien. Maar het achterbeen blijft toch vrij ver komen en zou duidelijk met meer snelheid onder de massa geplaatst kunnen worden. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. Nummer 7 is going up in the stepbook without premium. Nummer 8, 4-jarige merrie. Merrie met voldoende halslengte, zou iets sprekender in zijn hoofd mogen. Heeft een voldoende schouderligging. Lender een kruisaansluiting kan wat vloeiender. En ook kruisligging zou iets minder hellend mogen. Kan duidelijk correcter, met name in het voorbeen. Vooral het linker voorbeen. En dat zien we ook weer terug in de bewegingsafloop van het voorbeen. Stap is voldoende ruim. Hij zou iets meer mogen doortreden. En ook in draf heeft hij
takmatige manier van de Raven laten zien. Met veel actie. Met voldoende dat het achterbeen onder de massa wordt geplaatst. Maar we missen in de draf met name het ruggebruik, de souplesse. Wordt opgenomen in het stamboek deze merrie. Zonder premie, daar de correctheid in het voorbeen voor de verdere premiering deze merrie in de weg staat. Nummer 8 is going up in the studbook without premium. Nummer 9, driejarige merrie met voldoende jeugduitstraling. Valt op met zijn mooi sprekend hoofd en voldoende front. Goede bovenlijn. Het kruis mag iets minder hellend zijn. Voldoende kwaliteit en correctheid in het beenwerk. Stap is ruim en goede regelmaat met voldoende activiteit in het achterbeen. In het draf laat hij het wat zitten. Hij heeft duidelijk wat moeite met zijn tact en ook de balans.
mede door zijn uitstraling en een stap wordt het vandaag stamboek met een derde premie. Nummer 9 is going up in the stepbook with the third premium. Nummer 10 is een paard dat zou iets meer rasuitstraling mogen. Daarbij speelt het hoofd een belangrijke rol en ook wat weinig behang. Bouw is met een voldoende schouderligging iets strak in de bovenlijn, met name in de lendenpartij. En het kruis zou we duidelijk wat minder hellend willen zien. Heeft wel een mooi lang voorbeen. Alleen, het kan duidelijk correcter in de been standen, zowel voor als achter. Stap is ruimte, maar we missen toch wat aansluiting en wat weinig veer ook in de beweging. In de draf heeft hij houding laten zien met voldoende ruimte in het voorbeen en voldoende ook snelheid in het achterbeen. Er zou duidelijk wat meer dat achterbeen onder de massa geplaatst willen zien. Dit paard wordt mede door zijn niet correcte beenwerk wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. Nummer 10 is going up in een studboek without premium.
Nummer 12. Opvallend bij dit nummer 11. Ja. Ik had hier 12 opgeschreven. Nummer 11 is opvallend met een hele mooie voorhand. Mooie lange hals, mooie lichte nek ook. Goed geplaatst. Voldoende schouderligging. Rug zou iets meer bespierder mogen, maar wel een correcte lendenpartij. Kruis mag iets minder hellend. Mooi lang voorbeen, ook een lange schenkel. Beenwerk is voldoende kwaliteit en droog. Zou iets correcter in het voorbeen mogen. Stap is iets beperkt, kan ruimer en ook resoluter. In de draf heeft dit paard zich opgewaardeerd met een heel mooie houding en ruimend voorbeen. Met voldoende snelheid in het achterbeen. En wat ook opvallend was, dat een goede lichaamsgebruik en ook doorschakelen van het achterbeen wanneer het nodig is. En goed onder de massa geplaatst. En mede door zijn uitstekende draf wordt het vandaag stamboekster met een tweede premie. Nummer 11 is going up in the studbook. Star with the second premium.
Nummer 12 is een aansprekende merrie. Mooie voorhand met een mooie lange nek en hals. Goed geplaatst. Voldoende bovenlijn. Lang kruis zou iets minder hellend mogen. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. Zou iets correcter in het achterbeen. Met name iets lang gekoot ook. Stap is voldoende ruim. Zou iets meer kracht en afdruk mogen laten zien. Draf heeft een hele mooie houding. Mooi ruim het voorbeen getoond. Loopt ook mooi met het schoft omhoog. Vandaag wordt het merrie opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Nummer 12 is going up in the studbook. Star with a second premium. Nummer 13, door zijn voorhand, enkele hals, doet het wat eenvoudiger aan deze merrie. Maar hij heeft wel een goede sterke bovenlijn. Stap is goede regelmaat, zou iets meer afdruk mogen tonen. Draf heeft een heel mooie techniek laten zien met goede lichaamsgebruik en souplesse. We nemen dit paard op in het stamboek met een derde premie en verdere primering zit met name het voorbeen deze merrie in de weg, omdat hij toch in het voorbeen ongelijk is, het ongelijk in het voorbeen is. En dat houdt een verdere primering toch deze merrie in de weg, terwijl hij wel mooi hard en fijn beenwerk heeft. Nummer 13 is going up in een studbook.
with a third premium. Nummer 14 is een aansprekend type, sprekend hoofd, voldoende lange hals, voldoende schouderligging ook. De rug zou iets bespierder mogen en ook iets meer opwaarts in zijn romprichting. En ook wat meer gesloten in de bovenlijn. Voldoende kwaliteit in het beenwerk, zou iets correcter in het achterbeen mogen. Stap is wat kwetsbaar, kan ook ruimer. De draf heeft zich opgewaardeerd, laat een goede techniek zien. Met mooi ruimend voorbeen, houding. Zou iets meer ruggebruik kunnen tonen. En ook het achter zou iets meer kunnen gaan zitten. Oftewel, hij zou iets meer gedragenheid in zijn draf kunnen laten zien. Maar mede door zijn draf en zijn rasuitstraling wordt het stamboek met een derde premie. Nummer 14. Is going up in the stud book with a third premium.
Nummer 15 is een paard met ruim voldoende rasuitdrukking, mooi sprekend oog heeft hij en ook voldoende halslengte. Zou iets minder diep uit de borst mogen. Schuine schouderligging, voldoende bovenlijn, lang kruis. Mag duidelijk wat opwaarts in zijn bouw, maar dat komt door het korte voorbeen. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, maar zou correcter mogen, met name in het achterbeen. Stap is ruim, met een hele goede regelmaat. En ook in de draf heeft hij een houding laten zien met mooi ruimend voorbeen, goede takt. Zou het achterbeen iets meer onder mogen brengen, maar mede door zijn goede stap en exterieur wordt het vandaag stamboekster met een tweede premie. Nummer 15 is going up in the stubbook, star with a second premium. Zo, dames en heren, dit was nummer 15. En dan gaan we even een klein half uurtje pauzeren. En we zien u straks in de loop van de middag graag weer terug. A little break and then we go farther with number 16. Nummer 16, paard wat opvalt met een hele mooie voorhand, mooi lange hals en goed verticaal geplaatst. Goede aansluitingen, brede lenderen, zou iets opwaarts in zijn romprichting mogen. Correct en kwaliteitsvol beenwerk. Stap is iets terughoudend, zou wat meer ruimte en kracht kunnen laten zien.
draf heeft een mooie taktmatige manier van draven laten zien met houding. En goed krachtig en snel in het achterbeen zou het iets meer ruimend in het voorbeen mogen en ook iets meer opwaarts. Maar dat zit ook enigszins opgesloten in de bouw. Maar mede door zijn rasuitstraling en zijn achterbeengebruik in de draf wordt het vandaag stamboekster met een tweede premie. Nummer 16 is going up in the studbook, star with the second premium. Dan de uitslag van nummer 17. Het is een hele royale, langgelijnde en hoogbenige merrie. Die nog in ontwikkeling nog vooruit kan, met name in de bespiering. Maar wel een ruim voldoende aansluiting in zijn bouw heeft. Correct en kwaliteitsvol beenwerk. Voldoende correct in het beenwerk en kwaliteitsvol. Stap is ruim en krachtig. En het draf heeft heel veel ruimte laten zien in zijn voorbeen. Heel mooi gebruik. Prachtig mooi uit het schouder komend. Heel veel houding. Achterbeen gebruik. Kan ook doorschakelen met het achterbeen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek. Met ster,
met een eerste premie door de beweging. This mare is going up in the stud book with a star, with a first premium. Congratulations. Nummer 18 is een paard met een mooi sprekend hoofd. Valt op door zijn hele goede bouw. Mooi in verhouding en goede aansluitingen in de bovenlijn. Kan iets correcter in het voorbeen, maar wel voldoende kwaliteit. Stap is voldoende ruim en regelmaat. Zou iets meer afdruk mogen tonen. In draf heeft hij heel krachtig en afdruk laten zien met heel, of een achterbeen laten zien met heel veel afdruk. Met voldoende snelheid. Het voorbeen zou iets meer uitgelegd mogen worden. En ook iets meer lossigheid kunnen tonen. Dit paard wordt opgenomen mede door zijn sterke bouw. Mooie verhoudingen. Stamboek ster met een tweede premie. Going up in the studbook. Star with the second premium.
Nummer 19 is een paard met front en mooi schouder. Schoft, die zou iets meer door mogen lopen, zodat hij dan wat vloeier naar het middenstuk kan lopen. Zou ook iets opwaartser gebouwd mogen zijn, maar wel ruim voldoende in ras en bouw. Dat geldt ook voor het beenwerk. Stap is ruim met voldoende kracht. En in draf heeft hij een mooie houding laten zien met een hele mooi ruimend voorbeen. Zou iets meer kracht in het achterbeen kunnen tonen. Dit paard op alle fronten is hij ruim voldoende. Zonder uitschieters naar boven of naar beneden. En mede daardoor wordt het stamboek ster met een tweede premie. Nummer 19 is going up in the studbook. Star is the second premium. En dit was, in tegenstelling wat ik zo net zei, niet de laatste. Maar we gaan door met de driejarige nummer 20. Nummer 20, een beetje vroegrijp paard. Paard met een mooie
goed geplaatste en lange hals. Kan de gesloten in de bovenlijn. Royale hoeven. Voldoende kwaliteit ook. Beweegt zich geweldig ruim. En een goede regelmaat in de stap met heel veel kracht. En ook in het draf een krachtig achterbeen laten zien. Brengt het voldoende onder de massa. En ook toont hij houding. En in dit geval gebruikt hij de rug ook nog vrij goed. En mede door de beweging wordt het stamboekster met de tweede premie. Nummer 20 is going up in the stepbook. Star with the second premium. Nummer 21 is een paard dat zou iets meer rasuitdrukking mogen hebben. Dat komt mede door het lange hoofd. Ook in de bovenlijn kan hij wat sterker. Met name de lenden-kruisaansluiting. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. Zou iets correcter mogen, maar stap is voldoende. Maar mag iets actiever en meer doortreden. Stap heeft een mooie houding laten zien met voldoende ruimte in het voorbeen. Ook daarbij zou het achterbeen wat meer onder de massa geplaatst kunnen worden. Waarmee de gedragenheid wat meer naar voren komt. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 21 is going up in the studbook with a third premium.
Dan nummer 22, de jonge Epke. Het is een paard met goede, degelijke bouw. Zou iets opwaartser in zijn bouw mogen, maar verder goede aansluitingen. Mist enigszins het gouden draadje, maar heeft wel een mooie lange hals. Correct beenwerk, stap is ruim. Zou iets meer afdruk mogen tonen, maar wel een goede regelmaat. En in draf heeft hij een heel krachtig achterbeen laten zien met ruimte. Kan ook toch wel wat doorschakelen met voldoende houd van balans. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Nummer 22 is going up in the studbook Star with a second premium. Zo, dan gaan we nu door met de stamboekmerries. Nummer 23, deze 4-jarige Mary, zou iets meer rasuitstraling mogen laten zien. Met name ook meer halslengte. Heeft wel mooi behang. Zou wat geslotener en wat bespierder in de bovenlijn mogen. Ook iets strak in de rugpartij. Heeft voldoende kwaliteit en correctheid in het beenwerk. Stap is voldoende ruim en regelmatig. Zou duidelijk meer afdruk mogen laten zien. In de draf heeft hij heel veel actie. Maar we missen toch het ondertredende achterbeen, het doortredende achterbeen. En zou duidelijk wat meer souplesse kunnen tonen. Dit paard krijgt vandaag een derde premie.
number 23 is today going for a third premium. Nummer 24 is een 5-jarige merrie die goed gebouwd is, mooi in verhoudingen en goede aansluitingen. Licht horizontaal in zijn halsplaatsing, maar wel voldoende lengte. Correcte beenwerk en kwaliteit. Stap is iets beperkt, kan wat ruimer, maar ook wat meer doortreden in het achterbeen. In het draf heeft deze merrie zich opgewaardeerd met een hele mooie houding. Ruimte laten zien met heel veel techniek. En mooi doortredend achterbeen.
En mede door zijn draf wordt het vandaag ster met een tweede premie. Nummer 24 is going up in the studbook as a star mare with the second premium. Nummer 25, deze vierjarige Mary, die zou iets meer rasuitdrukking mogen hebben. Dat is niet zo gezegend met veel behang. Voldoende schouderligging, zou iets meer sterker in de rugpartij mogen. En zou wat meer opwaarts gebouwd mogen zijn. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. Het voorbeen kan correcter, met name rechtsvoor. De stap is voldoende ruim en zou iets meer afdruk mogen tonen. Draf heeft u wel techniek laten zien, een mooie houding. Het toont ook wel wat schakelend vermogen, mist toch enigszins het ruggebruik. Mede door zijn ruim voldoende draf krijgt hij vandaag een derde premie. Nummer 25. We give this horse today a third premium. Zo, dames en heren, dan zijn we aan het einde gekomen van dit deel van de keuring. Ik kan zeggen dat er dus 10
11 merries zijn opgenomen of met graad verhogen. Ster met een tweede premie. En we krijgen nog nummer 17 weer terug in de baan om te bekijken of deze merrie ook kwaliteit genoeg heeft voor het voorlopig kroonschap. Nummer 17. Het is een royale merrie. En deze merrie mag best iets meer rasuitstraling hebben. En hij zou best iets meer bespiering mogen tonen in de bovenlijn. Maar hij heeft heel veel langgelijndheid, goede aansluitingen. Hij is hoogbenig, dus in zijn skelet heeft hij heel veel kwaliteit en mogelijkheden. Hij valt steeds weer op door zijn hele goede, ruime en krachtige stap. En in draf, heel mooi ruimend voorbeen, heel veel houding. Telkens weer met een mooi schakelend vermogen en doortredend het achterbeen met balans. Dit paard wordt vandaag voorlopig kroonverklaard. Nummer 17 is declared primarily crown because he has a good conformation. En special, a lot of strength and moment of suspension in the movements. So he has a lot of quality in the total movements. Congratulations.